Surveillante Niels en Edwin krijgen een motorrijder met passagier in het vizier. Bebouwde kom, 50. Combi, 40 meter. Ik laat hem even uitlopen, ik hou vast. Einde bebouwde kom. 92, zichtbaar uitloop, tot die 60. Na deze bocht opnieuw instarten. Even opletten, nu. Lantaarnpaaltje, 85 meter. Nog steeds 60, nog steeds uitloop. Hier komt de rotonde, moet die remmen zo meteen. 103. Pas erop, auto's in de berm. Oeh, kerel. Nou, ik ben er klaar mee. Doe maar stopje een blauw voor, want anders dan... Hij ziet dat die auto wel achter zich. Maar zodra Edwin het stopteken geeft en ook nog eens de sirenes aanzet... trekt de motorrijder zijn gashendel nog verder open. Dat moet je niet doen, vriend. Dat is niet handig. Afstand. 130, 135. 2 seconden. Afstand, afstand. En deze tweede meting komt dan uit op... 136. Met enorme snelheden blijft deze motorrijder doorrijden... en scheurt langs nietsvermoedende wandelaars. Ik zet een blauwe pit even op het dak. Als ze dan een kruispunt naderen, kunnen de surveillanten de motorrijder laten stoppen. Waar zijn we bezig? Weet je over de landweggetjes rijden, meneer? Ja, maar op het moment dat wij achter je zitten en de blauwe lamp aangooien, op dat moment ga je gas geven. Sorry? Op dat moment ga je gas geven. Oh. Het spijt me. Hoeveel was het? 136, gemiddeld. Op het laatste stuk. Echt waar? Dat wij achter je zitten met een herrie erop. En dan ga je er van tussen. Ga je gas geven. Dus ik ben hem kwijt? Je bent hem kwijt. 136 is 60. Dan gaat de correctie af van 5. Is 71 kilometer per uur te hard. Oh. Nou, dat... Waarom ga je er van tussen? Ik weet niet waarom ik te hard reed. Ik was... dom bezig, denk ik. En even een landweggetje... Nee, maar daar heb ik helemaal niet over. Op het moment dat wij achter je zitten en we gooien de jankers aan... Op dat moment ga je gas geven. De jankers aan? Maar de hele tijd de sirenes aan. Meneer, het spijt me echt heel erg. Ik heb het niet gehoord. Nou, op het moment dat wij de sirene aangooien... het lijkt dan echt zo dat je daar op dat moment ertussen gaat. Nou, dat was niet... Ik wil je de beelden laten zien. Loop er even mee naar de auto. Kunnen we daar alles even afhandelen. Dat is net zo makkelijk. Neem even plaats. Goeiedag. Niels Hoogman. Ja. Nou, mijn collega heeft eigenlijk het verhaal een beetje gedaan, hè? Ja. Je viel ons op, jullie vielen ons op, Hoogkerk. Dan haken wij aan, dan gaan we daar door de bebouwde kom heen. Ja. Het gaat gewoon vlot. Geef gewoon aan dat je, ja, hoe moet ik het zeggen, er wel zin in hebt. Nou, heb je onze aandacht. En nou ja, zo door het 60 doen we ook een paar metingen. We kwamen ook gemiddeld op 104, waarbij de piek dan wat hoger ligt. En soms even weer wat langzamer. Nou, dan gaan we op een gegeven moment linksaf, Hoendiep, ja, het industrieterrein over. Ja. Ja, en dan door de velden hier naartoe. Ja, nou ja, goed. Af en toe is het gewoon gokken voor je. Zoals je de bochten doorrijdt, als er na zo'n bocht een keer wat anders is dan dat het gisteren was. Ja. Of er ligt split op de weg, of er staat die een auto stil, of vissers. Er staat een verzin het maar. Geen probleem. Ja. Je hebt een hartstikke mooie fiets, die moet je volgens mij heel zien te houden. En vooral jezelf. En inderdaad bij die vissers ook. Ja, je gaat wel met tegen de 100 tussen een auto... Ja, en stilstaande auto's door. Daar schrok ik zelf ook een beetje van. Maar dat komt puur eigenlijk omdat je een te hoge aanvangsnelheid hebt. Je wordt verrast door de situatie. Ik zal je zeggen, ik reed met een passagier achterop die eigenlijk nog nooit achter op motor heeft gezeten. Of nee. De tweede, derde keer. Ja. En dan wil je even laten zien, hè? Dat is het vooral. Nee, maar daar zit ook het gevaar gelijk. Ja. Je neemt hem ook nog mee, hè? En dan, nou ja, goed. Ja, ik kan alles wel laten zien, maar ja, je weet wat je gedaan hebt. Op het moment dat hij echt gas gaat geven. Hij geeft aan, ik ga er niet van tussen voor jullie. Nee. Maar zo voelt dat voor ons wel. Kijk, want overal gaat het tussen de 30 en 40 te hard. Ja. En zodra wij echt het punt hebben van, nou, we geven je een stopteken. Ja. Gaat gas erop. Zometeen na deze bocht doen we het stopbordje aan. Lijkt me een plek waar je ook even spiegelt. Ja, ja. Ook zeker. Of hier nog iets meedraait, wat er achter jou zit. Deze weg heeft heel lang dicht gezeten. Ja, kijk, en je kan nou in jouw kentekenplaat kun je het gewoon zien flikkeren. Ja. En jouw spiegels zien wij ook. Ja. Dus... Ik zie jouw kopie in die spiegel. Ja, en hier ging ik. Dus, dit is een lang recht stuk. Ja. Hier ging ik, nou, ja, kijk. En hier loopt continu de sirene loopt hiermee.
Ik meen het serieus, ik heb jullie echt niet gezien. Nee. En het is ook stom, want in die bocht had ik moeten spiegelen. Ja, nou ja, ik goed. Ik was daar maar... op zoek naar, is deze weg nog open of niet? Ja, nee, en weet je, je rijdt dan samen met zo iemand achterop, je wil even showen. Ja. En dat is gewoon stom. En jullie hebben er ook wel gelijk in. En ik had, om heel eerlijk te zijn, niet door dat ik zoveel te hard reed. Nee. Ja, maar het was niet dat ik van jullie weg probeerde. Nee. Vandaar ook. Ja. Dat wij uitstappen. En die heb je eruit trekken. Ja. Ja. Hey, maar begrijp je ons gevoel nee, hierin? Dat snap ik helemaal. We gaan de bocht om en het gas gaat open. Ja. Hé, hey, hallo. Hij gaat er voor tussen. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, maar goed. Het is wat het is. Ja. Hoe nu verder? Het is zo. Wij gaan het rijbewijs opsturen met het procesverbaal eraan vast naar het CVOM in Utrecht. Het Centraal Verwerkingsorgaan van het OM is dat. Die zit in Utrecht. Daar zit een officier van justitie en die gaat een beslissing nemen. Die gaat kijken aan de hand van onze bevindingen van joh, wat ga ik hiermee doen? Ga ik het rijbewijs terugsturen naar meneer? Ja. Of hou ik het vast? Ja. Totdat. Nou ja, oké, okay, maar dan stel dat ze hem vasthouden. Ja. Gemiddeld genomen voor wat voor periode is dat? Dat wisselt. Als ze hem vasthouden, ga gauw uit van 2 maanden. Minimaal. Oké. Okay. Nou ja, goed. En dan hoort daar ook een boete bij. En ik weet dat jullie niet het boetebedrag nu schrijven. Nee. Maar kunt u een orde grootte geven? Ik zeg altijd gewoon, hou 12 euro de kilometer ongeveer aan. Dit is het ontvangstbewijsje voor jou. Er staan nog gegevens op. Hier staat ook een webadres op. Kijk er even op voor nog wat meer informatie.